Emancipate yourselves from mental slavery. Numbered ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever have, redemption song, redemption song. Goeiedag dames en heren, ik ben van Gunnertube. Samen zijn we hier met het Gunnertube team. Gaan we dit terrarium bespreken. Dit terrarium is eigenlijk een subtropisch terrarium zoals je ziet. Dat zouden we wel vast wel denken van, god, dat zien wij ook wel. Want het is beplant, het heeft mossen, het heeft stronken, het heeft een vast en zeker een bepaald klimaat. Maar dat zegt nog helemaal niets. Die planten zeggen helemaal niks. Die planten is gewoon een plant. Die wil ook een bepaalde omstandigheden. Dat creëren wij in een glazen bak als deze. Waar ook huisdieren in huisgevest kunnen worden. We denken hierbij aan de groene langstaataargedis en de bruine langstaataargedis. De bruine langstaataargedis is de goedkope versie, die is rond de 15 tot 20 euro bij verschillende dieren speciaalzaken. Maar dan komt je bezorger er nog eens bij, niet te vergeten. En ik heb de groene versie, die is 85 euro tot 90 tot 95 euro een stuk online. Dat betekent dat de groene versie heb ik, en dat is de groene smaragd langstaataargedis. Dat zijn drie stuks, dat is één man, twee vrouwen. Althans heb ik besteld, waarvan één bewezen koppel. En dan heb ik drie of vier, neem me niet kwalijk als ik het verkeerd zeg. Als er drie of vier van de bruine langstaataargedissen. Die zijn bruin van kleur, die zijn iets goedkoper en ook iets makkelijker om te kweken. In deze terraria spreken wij over echte en kunstmatige planten. Dat zorgt ervoor dat je kan variëren van kunst of echt, maar je kan het ook combineren. Natuurlijk wordt er veel gesproken in de terraria wereld van gebruik kunstplanten, blijft langer goed, heeft zo zijn voordelen, het verdort niet. Dat is allemaal waar. Natuurlijk vind ik het zelf heel belangrijk dat de dieren een zo natuurlijk mogelijke nagebootste leefomgeving krijgen. We denken hierbij aan plantjes, juist de bodem, hout, schouwgelegenheden, krimpgelegenheden, een 3D-achterwand, een sproeisysteem, een mistmaker. Dat zullen we straks allemaal zien als het moment daar is, want dat gebeurt pas als de lamp uitgaat. Dat zal ook zo elk moment wezen. Ik denk dat dat komt in deze video, maar ik hoop althans, anders ben ik iets te vroeg. Het gaat allemaal op tijdschakelaar geregeld, zowel de lamp staat op tijdschakelaar, ieder voor zich. De mistmaker staat op een tijdschakelaar. Het sproeisysteem staat op een tijdschakelaar. Het daglamp bovenop staat namelijk op een tijdschakelaar, want anders krijg je niet zoveel licht. Zou je nou eenmaal geen daglamp hebben, dus een kweeklamp. Ik heb gewoon een kweeklamp genomen van Sunblaster. 90 centimeter bij de moestuinweetjes.com besteld. Onderin ook nog even de link van de site. Toppie, dat is de link, moestuinweertjes.com. Daar heb ik de Sunblaster kweeklamp besteld. Die is normaal bedoeld om moestuinplantjes op te kweken, kruiden op te kweken. Gewoon algemene plantjes. Het stoot dus de juiste UV af, de juiste UVB, de juiste warmte. Dus het zal niet 1, 2, 3 heel heet worden, want hij ligt op een glazen dak. Hè. Hij ligt aan de buitenkant van het terrarium, omdat ik niet wou dat de hagedissen erop konden zitten. Want anders is het een ideale schuilplek voor een gemiddelde hagedis. Zowel groot als klein. Dit zijn hagedissen eigenlijk die dagactief zijn. Die zijn dus de hele dag wel een beetje aan het kruipen, aan het zoeken naar een lekker hapje in het terraria. Je zal ze nu en dan ook heerlijk zien zonnen. Dit is bijvoorbeeld een zonnehoek, is mijn warmste hoek, mijn rechterkant. In het midden heb ik bijvoorbeeld een warmtehoek. De linkerhoek is geheel afgesloten. Er zit wel een lampje in, maar hij staat niet aan. Ja, die stekker is eruit. Die is er niet in gebruik. Omdat het nu zomer is, is het warmer buiten. Dus de huiskamers zijn ook al sneller warm.
En ik heb het één keer eerder gehad helaas, en dat is tot mijn grote spijt, ben ik er tot nu toe op tijd achter gekomen. Maar voor mijn gevoel was het al te laat. Want de thermometer gaf namelijk een hele hoge piek aan in mijn terraria, terwijl het buiten zo'n 35, 36 graden was. In juni, juli 2023, niet kwalijk. De terraria werd dus van binnenuit, door de buiten werd het dus enorm warm. En als het buiten te warm wordt, wordt het binnen ook warmer. En als je binnen niet goed kan koelen of je bent een hele dag weg en je hebt het gesloten en het wordt toch even de 35 graden binnenshuis, loopt het in het terraria ook enorm snel op. Je zou daarvoor een ventilator aan kunnen sluiten, is een oplossing, extra ventilatie is een oplossing. Toch raad ik het af niet te doen. Sluit gewoon je daglampen uit. Dus de beste optie, en het enige wat je dan aan hoeft te laten, is je Sunblaster 90 cm van de moestuinweetjes.com. De Sunblaster kweeklamp. Die kun je wel gewoon aanlaten, want die zorgt alleen voor het daglicht en de UV-licht voor de plantjes. Natuurlijk is dat buiten de bak en dat zal de straling binnen aan de bak natuurlijk ook verminderen. Dat betekent dat bovenop bijvoorbeeld meer licht is dan onderop in het terrarium. Maar deze kweeklamp is precies geschikt voor moestuinplanten. Die willen ook veel licht. Die willen vaak ook een zonnigste plek in de tuin of in de moestuin. Dat betekent dat dus de lamp heel veel licht afstraalt. Dat betekent dat onderop de bak ook heel veel goed en helder te zien is. Ik zal je zo eens laten zien hoe het eruit ziet als ik mijn daglamp uitzet. Dat zal ik nu eens laten zien. Dan zie je het verschil. Waar ben je daar? Let op mensen, nu is mijn daglamp aan. Er staan enkel de verwarmingslampen aan. De middelste is de rode. Dus de UV-lamp, dus de nachtlamp. Je kan dag en nacht aan. Rechts is mijn warmtelamp. Dus zal ik je laten zien wat er gebeurt als ik mijn Sunblaster kweeklamp uitdoe. Dat is dit effect. Heel mooi voor bijvoorbeeld 's winters. Voor 's winters is dit de beste oplossing. Maar voor je plantjes is dat minder leuk. Daarom heb je altijd wel iets van UV-licht nodig, of een daglicht, of TL-lamp, of de LED-lamp, aquariumlamp, noem maar op. Je hebt ze ook speciaal voor aquaria, terraria. Maar dit is dus het effect als ik de Sunblaster 90 cm kweeklamp uitdoe. Als ik hem weer aanzet, dan hebben we weer veel meer licht. Moet ik alleen even checken of mijn camera nog wel het goed weergeeft. Ja, geweldig. Mooi. Nou, geweldige camera. Ik ben er erg blij mee. Toppie. Dus voor goede vlogs, voor goed beeld, moet je ook een goede kwalitatieve camera hebben. Nu gebruik ik zelf gewoon een Samsung. Maar voldoet prima voor mijn eisen. In het terrarium spreken wij dus over warmte spots en koele spots, maar ook droge spots en natte spots. De vochtige, warme spot op een donkere hoek is vaker eierafzetplek. Nou, deze hagedissensoort, de groene langstaaf hagedis en de bruine langstaaf hagedis, die zullen beide dus wel een eieren afzetten op donkere, vochtige en warme plekjes in het terrarium. In het terrarium kun je dus bijvoorbeeld, zoals je ziet, diverse materialen gebruiken, maar wat gebruik je nou precies? Ik ben zelf gewoon van de goedkoopste. Net goedkoopste en zo. En het meest functionele. Nu weet ik heel veel van grondsoorten. Nu is het dus een hele discussie op de markt. Welke grondsoort, welke substraat gebruikt u nou voor de terrarium? Nou, ikzelf, ik mag het bijna niet zeggen, maar ik gebruik gewoon een universele potgrond van de Volmar. Dat is niet de supermarkt in Lelystad. Ik haal daar mijn universele potgrond, geen tuinaarde, ook geen bemeste tuinaarde, want dat is veel te zuur, veel te voedzaam. Dan ga je planten van wat tussen gele en verdorren, vinden ze helemaal niet fijn. Nou, ik zelf gebruik dus universele potgrond en dan probeer ik altijd een beetje venemos daarin te mengen. Dat maakt het luchtig en vochtig. En voedzaam achteraf. Op de toplaag heb ik dus mos neergelegd, plakken mos. Die heb ik gekregen van mijn geweldige garniture team. En mijn lieve moeder, die komt binnenkort met nog meer aanzetten, waardoor we de rest van de bodem ook nog aan kunnen kleden. Waardoor het achterin het terrarium ook wat lichter wordt, waardoor je wat meer ziet in het donker. Ja, ook met donkere dagen. Stel je voor het is winter en het zou buiten bijvoorbeeld 4 uur, 5 uur 's middags in Nederland is het dan al donker. Zo'n 's middags, hè.
Dan kan het op een regenachtige dag al donker zijn. Het is echt balen. En in de donkere tijden springt je terrarium echt tot leven in huis. Want je ziet in het terrarium wat je wilt zien. Je kan alles met de prachtigste kleuren, de prachtigste contrasten, daar kun je mee werken. Denk bijvoorbeeld aan rood-bruin hout met groene sprietjes ervoor. Die kleurencombinaties springen eruit in het donker. Zoals wat we nu ook zien. Nou, in het terrarium heb je natuurlijk twee voederbakken nodig. Of één voederbak en een drinkersbak. Hier heb ik een klein drinkersbakje. Dat hoeft niet hoger dan een centimeter of lager. Denk je bij aan een onderschoteltje van een potje of een plantje. Maar je kan ook Exoterra, Lucky Reptile, Zoomat. Ga zomaar door. Je hebt diverse schoteltjes. Maar het gaat om de hoogte van dat schoteltje. Dat die voldoende water op kan vangen voor een week. Nou, dit schoteltje is echt zo heel klein en heel laag. Hier zo. Dat schoteltje is zo'n 5, 6 centimeter breed. En zo'n nog, is denk ik een centimeter hoog. Dat voldoet dus langer voor langere tijd in het terrarium. Natuurlijk is het wel aangeraden, en dat zullen de meeste mensen ook denken, naar wat ik net zei. Dat je het water elke dag moet verversen, is ook echt raadzaam. Het kan geen kwaad mocht je het een keer vergeten, is helemaal geen ramp. Maar hou het zoveel mogelijk schoon. Dat voorkomt algen en algen kan ziekte met zich meebrengen. Dat weet ik toevallig van vijvers en aquaria en dat soort dergelijke hobby's. Heb ik ook gehad in het verleden, ook meerdere video's van. Nou, in een aquaria en terraria werkt dat precies hetzelfde. Alg is gewoon een plaag. Is en blijft. Nou, je hebt dus een waterbakje, maar dat geldt ook voor een meelwormen of een buffalowormenbakje. Buffalowormen zijn eigenlijk hele kleine beestjes. Ik zal je eens laten zien hoe die beestjes eruit zien. Die beestjes heb ik toevallig hier. Ah, lukt niet. Lukt niet. Even een lepeltje. Ik weet niet of ik het goed kan laten zien. Kijk, dames en heren. Dit zijn buffalowormen. Hele kleine wormpjes. Je ziet het misschien niet zo zuiver, maar het zijn hele kleine wormpjes. Die eigenlijk gegeven worden aan kleinere hagedissen. Nou, de langstaaf hagedis is een middelmatige tot kleinere hagedis. De naam zegt dat al, langstaaf hagedis. Dat betekent dat ze dus een hele lange staart zullen hebben. Die hebben ze dan ook nodig in het bewegen van het terrarium. Zo zul je bijvoorbeeld zien dat hij daar boven aan een takje naar beneden kan hangen aan zijn staartje. En gewoon nergens aan vasthoudt. Boven zijn staart als een aapje. Ondersteboven. En zo kan hij van tak naar tak. Ze kunnen ook wel lichtelijk springen. Dat is ook leuk om het te vertellen. Het is heel leuk te vertellen dat een hagedis kan springen. Het zijn wel hele kleine afstanden, want echt lange pootjes of sterke pootjes hebben ze ook weer niet. Als het gaat om vechten, dan gebruiken ze feitelijk de bek en de staart. Ze zullen niet zo gauw gaan krabben, want dat heeft niet veel zin. Ze hebben hele korte pootjes. Het leuke vind ik wel van een groene langstaart hagedis. Dat heb ik meerdere malen gezien. En dat ziet u ook misschien wel in andere video's of in de toekomst. Als je langstaat hagedissen houdt als groepen, dan kan je een koppel vormen. Dan kan uiteindelijk een paring voorvallen. Ik heb van de week een paring gehad. Ja, dat was wel dik. Ja. Ik heb de paring gehad op, ik geloof zo'n 21 of 24 juli 2023. Dit jaar nog. Pas geleden. Heb ik een paring waargenomen? Nou, daar heb ik ook een video van gemaakt. Ja, dan heb je kans dat je eitjes krijgt hè, als je een koppeltje vormt. Wel leuk om te zien. Vind ik zelf. Natuurlijk zit niet iedereen te wachten op eieren, maar daar heb je ook weer een oplossing voor. Zet bijvoorbeeld een skink uit in je terrarium. Een skink is een bodemlevend dier die zijn hele dag op zoek naar een lekker hapje. Eieren valt ook in zijn menu. Zo zou je er tegen kunnen gaan, weet je. Natuurlijk zou ik het zelf zo leuk vinden om een heel biotoop te creëren wat zichzelf regelt, waar je geen omkijken naar hebt. Het systeem regelt zichzelf. Zoals ik zei, hè, alles werkt op tijdschakelaar, alles werkt op stroom. Ja, alles is een beetje op elkaar afgestemd in deze biotoop. De verlichting, de lucht, het water. De luchtcirculatie, nou eigenlijk alles wel. Het hele biotoop is een subtropisch regenwoud. Deze hagedissen leven dan ook op de lagere bossen en in grassen. De langstaaf hagedis wordt ook wel
grashagedis genoemd. Dat is de reden dat ik heb geprobeerd als experimentje, en het werkt ook nog, om heel veel gras in de terraria te zetten. Nu heb ik natuurlijk de Acorus gramineus in het aquaria neergezet. Neem me niet kwalijk als ik het verkeerd uitspreek. Maar dat is een soort aquaria, maar ook een winterharde plant. Ook heb ik zilvergras in het terraria uitgezet. Dat is een beetje zilverkleurig. Misschien dat ik daar in de toekomst wat meer mee ga doen, maar dat weet ik nog niet. Maar de gras inderdaad, dat vinden ze heerlijk om doorheen te klimmen. Het doet ze goed om te jagen. Het geeft ze schuilmogelijkheden. In het terraria werk je dus met verharde houtsoorten. Dan denken wij bijvoorbeeld aan aquariumhout, terrariumhout, paludariumhout, maar ook terrariumhout. Dan denken wij aan wortelhout, dus spijderhout, kienhout, mahoniehout, driftwood, spijderwood. Ga zo maar door. Dat zijn allemaal soorten wat je in het terrarium ook kwijt kan. Maar in het terraria werk je dus boven water, in beperkte water. Dat betekent dat je ook prima met kurktakken kan gaan werken. Kurktakken zijn ook een must voor een terrarium. Kurktakken zijn langduriger, gaan ze mee. Vaak is het wel zo dat ze van binnen uitverteren. De schors blijft uiteindelijk over. Die gaat het meest langer mee, vandaar ook dan een kurk. En je zou bijvoorbeeld de zijkant en achterkant van de terraria ook kunnen bekleden met anti-kurkplaten. Had ik ook in het verleden. Maar ik wou per se een 3D achterwand. Nou, eerlijk waar, dames en heren. Ik ben toch aardig tevreden met deze 3D achterwand. Nou, natuurlijk, als je koppels houdt in de terraria en je hebt meerdere groepen samengehuisvest, is het belangrijk om de leefomgeving zo breed mogelijk te maken. Daarom heb ik gekozen voor een 3D achterwand. We gaan met de toekomst op de zijkanten mee wat mee doen. Niet de linkerkant, want die wil ik open houden. Het is heel bijzonder trouwens, die linkerkant. Want als ik ochtends vroeg wakker word en we gaan bijvoorbeeld een dagje naar de moestuin en we gaan met tuinieren of we gaan met klussen of andere werkzaamheden doen. Maar als ik ochtends vroeg opsta, dan doe ik mijn luxe flexen open. Dan schijnt die zon al direct boven de daken. En dan komt die rechtstreeks in deze hoek, in de voorrand, komt die in het terraria te schijnen. Maar dat doet hij vanuit deze hoek. Dat is het moment dat de meeste hagedissen een paargedrag vertonen. Want die ochtendzonlicht vinden hun heel erg fijn. Dat is eigenlijk het moment eigenlijk voordat de lamp iets aangaat. Zo'n 5 à 10 minuten, zeg een kwartiertje, voordat de lamp aangaat. Nou, de lamp aan gaat zo'n 7 uur 's ochtends. En hij gaat zo'n tussen 8 en 10 gaat hij uit, zometeen ergens. Ik zit er eigenlijk op te wachten. Nou, als voedsel gebruik je dus buffelwormen. Maar je hebt ook allerlei ander voer. Die hebben we hier. Het voer wordt algemeen geleverd in kleine plastic bakjes. Zo'n kleine 100cc plastic bakjes die geperforeerd zijn met gaatjes. Dat zijn bakjes waar de huiskrekel bijvoorbeeld in wordt geleverd. Maar ook allerlei andere beroemde insecten. Zoals de steppenkrekel, de veldkrekel, de huiskrekel, dubia larven, wasmotlarven, krulvliegen, buffelwormen, meelwormen, moriowormen, sprinkhanen, diverse soorten, kakkelakken en zo, pissebedjes weet ik niet zo gauw, moeten we nog uitproberen. Maar die worden allemaal in bakjes als dit geleverd. Dat is gewoon een doorzichtig bakje dat je ze goed kan observeren met vaak een klein stukje eierdoos erin. Je zou dus bijvoorbeeld, als je dit zelf wil gaan doen, het kweken van insecten, moet je even opzoeken op internet, want dat weet ik ook niet. Daar kan ik er ook niet wijs over maken. Ik koop ze gewoon bij de dierenspeciaalzaak online. En dan zul je al dit soort bakjes uiteindelijk krijgen. Nou, natuurlijk is het vaak wel genummerd, het gaat tot nummer en grootte. Want het is natuurlijk zo, dat één zo'n bakje is natuurlijk een voldoende maaltijd voor één week voor een groep hagedissen. En dan spreken wij over, zeg zo'n 8 dieren hebben wij in het terraria gehuisvest en die willen dan ook allemaal voldoende eten. Daarom heb ik meestal 3 tot 4 bakjes. Meestal als ik een bestelling doe en dit is bijna op, dan laat ik ze nog een paar dagen zelf zoeken, zelf jagen, dan geef ik helemaal niks. Want ze moeten zelf natuurlijk niet te veel krijgen, dan vervetten ze en worden ze te dik. En dat zou je ook niet willen. Zo'n krikkelbakje gaat dus in zo'n bakje ongeveer een week mee. Nou, bij mij klopt dat wel. Gaat zo'n week mee.
Nou, ik doe 2 weken met deze bakjes en je houdt ze ook ruim 2 weken in leven. Daarna gaat de kracht eraf, liggen er heel veel op de grond te verpieteren. En dan heb je er niet heel veel meer aan. Daar heb je gewoon ja, rekening mee te houden dat er een bepaalde levensduur is voor een krekel of een ander insect. Kakkelakken gaan natuurlijk enorm lang mee. Dat geldt ook voor de bonenkevers. Heb ik ook geprobeerd in het terrarium. Dat is een kevervariant die ook in zo'n bakje wordt geleverd trouwens. Dat is een kevervariant die leeft in de boon. Dus verharde bonen, dus droogbonen. Daar zijn we ook bezig mee te kweken op de moestuin, droogbonen. Maar dat is een boon die laat je drogen, die worden hard en die kun je vervolgens weer opnieuw planten. Die zijn nog niet gekookt, nog niet bewerkt, nog niet gestoomd, helemaal nog niks. Die komt vers van de peul, gedroogd in de zon. En dan kan je hem ook kweken, maar je kan hem ook aan de bonenkevers geven. Die gaan erin nestelen. Bonenkevers zijn ook heel makkelijk om te laten voorplanten, heb ik me laten vertellen. Ook daar heb ik in de toekomst een project voor. Nou, ze worden dus allemaal in zo'n bakje geleverd, maar natuurlijk zitten er ongeveer 75 tot 150 tot misschien 200 in een bakje. Ja, het is natuurlijk moeilijk te tellen, de dieren speciaal zag, zal dat ook vast niet precies hier kunnen doen. Want ik denk als je ze allemaal zou uittellen, dat dat niet eens uitkomt. Ja, krekels is dus eigenlijk een standaardvoer. En ja, dat zou je altijd wel in het terrarium moeten laten rondlopen. Dat zou je eigenlijk ook altijd in huis hebben, meer dan genoeg. Als je bijvoorbeeld een terrarium huisvest in je huis. Denk bijvoorbeeld aan buffelowormen die in een bakje worden gehuisvest. Of in een schoteltje of in een voederdisje worden opgezet. Zo zou je dus zelf je voer kunnen verstrekken door bijvoorbeeld bakjes op te hangen in de lucht voor gekko's. Kun je bakjes in de lucht met een zuignap aan de zijkant van de raam monteren. Of zo met een zuignapje likken, plakken. Nou, dan kun je de bakje vullen met buffalowormen. En zo hebben de gekko's ook wat makkelijker te eten. Dus makkelijker als je gekko's hebt. Nou, ik heb geen gekko's. Die van mij klimmen dus niet tegen het raam en gladde ondergronden. Wat ze wel van mij heel fijn vinden is via de voorrand heen en weer. Dus dat vinden ze wel geweldig om te doen. Dat ze een dagactieve dieren zoals ik zei. En die zullen dan ook actief wakker zijn wanneer ik ook wakker ben. Ja, heb je dan nou eenmaal vastigheid in werk of een levenssituatie dat je s'nachts alleen maar wakker bent? Neem dan de nachtdieren. Daar heb je veel meer fun aan dan een dagdier. Want een dagdier slaapt s'nachts. En leeft overdag. Een nachtdier slaapt overdag en is 's nachts wakker. Dus ja, daar zit een heel verschil in. Dit zijn dagactieve dieren, zowel de groene als de bruine versie. Niet dat u denkt van nee, is de groene of bruine dan anders. Maar nee, dit zijn allemaal dagactieve dieren. We spreken hier over echte planten, zowel de lepelplanten links achterin. Lepelplanten met die grote brede kelk en brede blad en dat insectenpoep of hagedissenpoep erop. Ik heb de stippenbegonia, die staat voor de lepelplant. Dat is een beetje dat kale takje wat je ziet. Het groene kale takje. Die komt nog helemaal terug, hoop ik. Ik hoop dat die echt terugkomt, die stippenbegonia. We hebben hier zilvergras in de hoek, links, voor. Zilvergras. Dan hebben we de Acorus gramineus, dat zijn al die plukjes gras wat hoger is. Dan hebben we de Dracaena. Die staat hier zo'n grotere variant, die is al iets ouder. En we hebben hier zo'n variant, die is klein, die staat er een beetje tussen verscholen. Maar die komt uiteindelijk nog op tot een echte plant. Daar staat ook een Dracaena. En dan hebben we hier voor een Phytonia. Die Phytonia. Is een bodembedekker. Dat is ideaal geschikt voor kleine hagedisjes. Die ook aan de grond komen. Dan hebben we hier zo natuurlijk in het midden. Op de voorgrond. Die spreidt een beetje over de bodem heen. Is nog een jonkie. Is een stekje die ik heb gekregen van mijn lieve moeder. En van Garnetje Team. Heb ik dus een stekje gekregen. Die planten we voort in het terrarium. Dan zal je zien uiteindelijk na een paar maandjes. Tot een paar jaar. Hoe uiteindelijk het terrarium eruit zal zien. Na een tijdje groeien. Ze werking krijgen. En verloop van tijd ziet u vanzelf verandering in het terrarium. Daar zal natuurlijk heel veel video's te vertellen zijn over het terrarium. Ja, ik denk ik maak gewoon een uitgebreide video voor u om te laten zien hoe ik erover denk en hoe ik te werk ga.
Ja, nou, tot zover de insecten. Maar insecten moeten meer dan genoeg in het terrarium blijven. Je moet altijd wel een insect zien of horen, mocht je opnieuw willen geven. Het is niet de bedoeling dat er maar één insect of één beestje nog maar in zit. En dat je bijvoorbeeld weken wacht met eten geven. Het is niet goed voor ze om zo lang te overbruggen, laat ik het zo zeggen. In een tijd van honger, dan krijg je ook gevechten, dan worden ze nerveus, dan gaan ze instinct krijgen om te jagen. Bijten ze elkaar, want ze zijn ook nog eens cannibalistisch. Ze kunnen ook nog eens elkaar opeten. Als ze echt tot te verre honger hebben, eten ze zelfs elkaar op, tot zelfs de sterfte aan toe. Nou, dat is dus helemaal niet fijn, dus je moet dus niet te weinig eten geven. Hoe geef ik nou al deze beestjes eten? Of hoe geef ik deze beestjes nou in een terrarium? Dat zal ik zo over laten zien. Het is hier dus tijd dat ik wat uit ga zetten. Dan ga ik eens kijken wat voor bakje we hebben. Nou, ik had hier al groter in hier gezien. Even kijken, we hebben hier... Dat is groot. Het liefste wil ik de veldkrekel. Die is lekker bruin. Oké, dit is een restjesbakje. Dan ga ik eerst een restjesbakje geven. Want die maken we natuurlijk eerst op. Oké, ja, daar is nog genoeg leven in. Twee nog genoeg in leven. En twee gaan voer worden. Nou, eerst drop ik de mouwen op. Zo'n insect kan natuurlijk klimmen via je mouw. En ook daar gaat dit en heb je minder gevoel. Ik wil natuurlijk niet dat er wat ontsnapt. Nou, gaan we ze voeren. Het is voedermoment, want zometeen gaat ook de lamp uit. En dan mag ik niks meer doen in het terrarium. Want in het donker mogen we niet bezig met een terrarium. Dat moeten we voor het donker doen. Nou, voeren is dus zo erg. Maar zoals je zegt, maak dan niet de hoeken open. Dit is een veldkrekel maatje 4. Maak ik hem open. Dekseltje opzij. Pak het bakkie. Maar ze zullen allemaal onderop zitten. Kijk, daar gaan ze. Het is een beetje lomp. Het werkt. Hoppa, daar zijn. Eén bakkie leeg. Want ze blijven allemaal op het kartonnetje zitten. Die bakkies die gooi je zelf gewoon in een plastic bak. We hebben hier in Lelystad gewoon een plastic bak daarvoor. Even eten eraf. Wil niet? Oh ja, wel alles. Ja, hè? Zo. Nou, bakje open. Zo, dit is trouwens zo'n kartonnetje. Stukje eidoos. Kijk, er zit er nog heel veel in dat bakje. Hier laat ik gewoon rustig zelf kruipen. Natuurlijk kun je dan ook goed controleren op dit moment van voeren. Wat is de vochtigheid? Nou, maar de vochtigheid is nu zo'n 65-63%. Luchtvochtigheid, humidity. En de temperatuur is richting de 30, 35. Nee, wacht eens even. Richting 35. 35, 36 onder de warmtelamp. Onder de warmtespot mag het ook het warmste punt wezen. Want ze moeten namelijk een warmtepunt hebben om de spijsvertering te kunnen verkrijgen. Als je namelijk geen warmte krijgt als het is, dan kun je eten niet verteren. En daar word je niet happy van hoor, als je eten niet kan verteren. Nou, weer een bakje leeg, dus twee reserve of lege bakjes. Nou, buffelwormen zitten er nog genoeg in. Ja, die zitten er genoeg in. Buffelwormen is meer een snack en noodvoer. Dat is voor agedissen die net worden uitgezet, die niet meteen weten hoe ze moeten jagen of waar ze moeten jagen. Of waar ze kunnen lopen, waar het veilig is en waar niet. Is een dingetje. Daarom geef ik altijd standaard, altijd aanwezig op de bodem of er op een andere plek in het terrarium met de buffelworm. De buffelworm is wat dat betreft makkelijk te vangen voor de agedis. En zal het dan ook super doen in het terrarium. Het kan ook niet zoveel kwaad als er een buffalo-wormpje of een meelwormpje een beetje rondloopt. Natuurlijk zal ik het terrarium ook eens water geven. Daarvoor gebruik ik dit flesje.
Zo, dan heb ik mijn flesje gevuld met water. Je zult u denken, gebruikt u gewoon kraanwater, maar hier in Holland kan dat gewoon. Is prima, is goed genoeg voor de plantjes. Nou, dan geven we het een beetje water. Maar eerst dat bakje vullen. Zo, een beetje hier. Een beetje daar. Behoorlijk wat daar. Want dat gras stond op het punt te verpieteren. En weer een flesje. Ja, dit herhaal ik een paar keer. Nou, omdat het sproeisysteem natuurlijk de bladeren bevochtigt, maar niet de aarde nat maakt om de wortels te kunnen voorzien van vocht, daarvoor komt het sproeisysteem er niet helemaal bij. Ik heb tot nu toe heb ik dus eigenlijk twee sproeisystemen, of twee sproeikoppen, op die hele terrarium gericht. Dus twee sproeikopjes. Dus niezels ook wel genoemd. Dat zijn er maar twee, dus eigenlijk te weinig voor deze grote terraria. Dat besef ik me ook wel. Dat is de reden dat ik er een paar nieuwe van heb besteld. Een paar extra erbij, zo gezegd. Geef goed water, ruim water. Dat het een tijdje voort kan. En weer eentje. Ja, want het sproeisysteem die zorgt ervoor dat de bladeren nat worden. Als de bladeren nat worden, kunnen de agedissen daar weer van drinken, maar ook de insecten. Het bouwt ook een natuurlijke omgeving na, want dat gebeurt van nature ook. Van nature komt ook een kleine mieze bui en dan worden ook de planten bevochtigd. Dat is erg belangrijk om dat van nature mogelijk na te bootsen. Heb je een woestijnterrarium, dan spreek je bijvoorbeeld over baardagamen of luipaardgekko's. Dat is ook een leuk beestje. De luipaardgekko is ook een woestijndier. Wordt ook wel vetstaartgekko genoemd, of vetstaart. Leuk beestje, maar ik zou het niet willen. Dat is niet mijn soort. Ik hou van de tropen. Veel, veel groen. Nou, ik ben dus even vergeten mijn plantjes water te geven, dus we zullen het nu in één keer goed moeten doen. Plantjes hebben nu een droogteperiode meegemaakt, die zullen nu ook denken van zo brrr, lekker water. Ga lekker koelen. Natuurlijk is het wel het beste als je gezeefde regenwater gebruikt, hè. Dat blijft natuurlijk wel het beste. Het is natuurlijk het beste als je verse regenwater gebruikt natuurlijk. Want en dat even zeven in een koffiefiltertje of zo. Of een andere filtersysteem. Dan zorg je ervoor dat je het water zo natuurlijk mogelijk houdt. Ik besprenkel ook eens het mos. Als je de grond vochtig houdt in het terraria, dat resulteert er weer naar dat je de vochtigheid beter kan beheersen. Het schijnt echt een dingetje te wezen. En ik heb gemerkt dat dat zo is. Door de warme omgeving in het terraria, komt uiteindelijk condens. En die condens zou voor een natuurlijke bewatering kunnen wezen voor andere kleine diertjes, zoals insecten die tegen het gras aanklimmen, net zoals de druppels die nu op de ramen zitten en op de planten. Het zou een voedings- of vochtbron kunnen wezen voor de dieren. Als je geen regenwater tot je beschikking hebt, en je woont niet in Nederland en je hebt geen zuiver water, zorg er dan voor dat je water die je hebt, niet uit de sloot natuurlijk, maar kraanwater die je hebt, dat je die eerst schoon kookt. Dus tot verhitting laat komen, laat borrelen in de turf, op het gas of op een ander elektrisch pitje of een ander campingsysteem, weet ik veel, waar u thuis zit en u wilt dit doen. Het water geven van planten kan je ook water koken, vervolgens af laten koelen, dat vervolgens aan je planten geven. Of als drinkwater of als sproeisysteem voor of, de watertank waar de sproeisysteem zit op aangesloten. Wij zelf gebruiken een, dat zou een 10 liter zijn, 10 liter jerrycan, wat water bevat. Dat water gebruiken wij
om ja, het spoelsysteem aan te sluiten aan het laten gesloten taal, zodat die niet elke keer gevuld hoeft te worden. Daarom gebruik ik zelf 10 liter. Jerrycannetje, schoon en wel. Op die jerrycan zit namelijk een dop die hem afsluit. Op die dop heb ik namelijk een klein gaatje geboord waar de slang van het spruissysteem, dus deze slang zo gezegd, deze slang, die heb ik daar dus op aangesloten. Die gaat door tot beneden aan in die ton. Voor de hagedissen is het wel een shock, maar ze achteraf kunnen ze wel voldoende drinken. Ze zullen dan ook nu op zoek gaan en kunnen gaan paren. Als ik nog op tijd ben. Daarom werk ik een beetje door. Nou, als je dit doet voordat dat de ham uitgaat, dan zullen de hagedissen ook niet zo schrikken. Doe je dit als ze eenmaal slapen? Ja, dat vinden ze niet fijn. Dan heb je kans op vechtpartijen, schrikkerige dieren. En dat zou je ook niet willen. Dus je moet nooit werken als het terraria uitgaat. Nou, andere kant. Dus kom ik niet bij. Zo, de bodem is nu bevochtigd, maar er zit een lip op land. Hoppa. Dan weer dicht. Sluit elke keer de raam als je klaar bent. En je redt er even van weglopen. Laat hem nooit zomaar openstaan. Lang staat waar het is, zijn kampioenen ontsnappen. En ze zullen je dan ook echt uitdagen tot een duel om je uit te testen. Om te kijken of jij goed oplet. Want eenmaal open en weglopen, ze zijn snel weg. Je vindt ze ook niet gauw terug in huis. Hoppa, een hele fles, mooi. Hoppa. Ik doe zelf eigenlijk de methode van in één keer heel veel en dan in één keer een tijdje niet. Omdat het sproeisysteem ook nog aangaat. Het spruissysteem geeft ook altijd nog druppels op de grond. Dus je zal dan ook de boel bevochtigen. De warmte zorgt ervoor dat het snel verdwijnt. En omdat ik nu een beetje handwarm water gebruik, zal er ook condens kunnen ontstaan. Plus dat ze meteen het sproeisysteem aangaat. Dat is helemaal geweldig natuurlijk om te zien. Ik hoop ook echt dat ik dat u kan waargeven. Om te laten zien. Zo. Nou, vertoen de vocht overal. Raampje weer dicht. Zo, dit is de onderhoud van zo'n terraria. Nu heb dus alles water gekregen. De hagedissen zijn blij met een beetje eten en vocht. Ze zullen nu dus nu dan ook op de blaadjes kunnen gaan zoeken. Ze zijn ineens schuilen natuurlijk, want ze worden eigenlijk verstoord in hun habitat. Maar ja, dat is gewoon soms nodig, want het spruissysteem doet zoiets niet. Nou, we werken hier dus met de thermometer of vochtigheidsmeter, want net zei ik nog dat hij zo'n 65% was vochtigheid. Nu is hij al 90%. Zo kan, mag hij oplopen naar 90 tot 100, oh hij is 80%, neem me niet kwalijk, 80%, 5% hoger. Hij mag nog 100% oplopen in de nacht, als het maar wel weer wegtrekt tot een paar ja, percentages lager. Dus het mag s'nachts zo'n 80 tot 90 worden, als het overdag maar zo'n 60, 50, 40. Ja, 40 is te laag, maar tussen de 50 en de 60%, tussen de 50 en 70% overdag is goed. S'nachts mag door de vochtigheid mag tussen de 90 en de 100. Wel natuurlijk met uitgaande van droge plekken en natte plekken. Daar moet je weer op letten. Net zoals warme plekken en koele plekken. Zoals ik al vertelde had ik bijna verhitting in mijn terrarium.
Deze lampen stonden bijna op gloeien en springen, zo heet werd het. Maar gedissen waren ook niet te zien, die zaten op de koelste plek die ze maar konden krijgen. Het was te heet in de bak. Ik had een foutje gemaakt, ik had niet opgelet, het werd te heet buiten. En ik was vroeg weg en ik verwachtte niet dat het zo warm zou worden. Ja, mijn terrarium raakte dus bijna overhit. De dieren waren niet te zien, die waren verscholen, koele donkere plekken. Eigenlijk een zomerhittegolfperiode voor ze nagebootst. Helemaal niet helemaal goed, was niet mijn bedoeling. Maar ja, het is zo gebeurd, het is niet anders. Ze hebben het moeten doorstaan, het was maar één dagje. Einde van de dag kwam ik thuis en toen dacht ik, shit, ik moet die lampen uitzetten. Dus ik heb die daglampen, dus die spotjes aan het dak heb ik uitgezet. Ik heb de Zunblaster 90 cm kweeklamp van moestuinweertjes.com. Heb ik namelijk aangelaten voor het daglicht, de daglichtritme. Ik heb een ventilatortje aangezet op dat moment omdat dat een noodsituatie was. Als noodsituatie moest ik toch uiteindelijk kiezen om iets te verkoelen. Want anders, ja, je kan niet je raampje openzetten, hè, om even te luchten. Je zou denken, gaat het wel, maar nee, gaat dus niet. Alles ontsnapt eruit uit die bak. Dus ja, ik heb ervoor gekozen om een USB-ventilator aan te sluiten bovenop het terrarium. Die ik aan heb gestoten op het stopcontact met USB natuurlijk en een adapter. Op de juiste sterkte, dan kan je gewoon het in de bak blazen, uit de bak, dan zal die binnen een half uurtje zal die weer uit mogen. Laat hem ook niet de hele tijd aanstaan, want die wind is niet ook niet altijd goed voor de dieren. Waarom dat we van rechts in de bak, links uit, of links in de bak, rechts uit de bak? Ja, dat is zo circulatie, dus links op het dak had ik dus op het rooster, waar hij normaal gesproken van zichzelf ventileert, had ik dus de inlaat. Dus dat had ik een ventilatorretje, precies dezelfde, USB natuurlijk, met adapter. Eerst op contact, die had ik dus links, die blazen naar binnen, waardoor hij deze cirkelende beweging krijgt. En aan de rechterkant op het dak zuigde hij hem omhoog, omdat ik daar ook een ventilatorretje had die hem naar buiten zoog. Dus je hebt links in, rechts uit, of rechts uit, links in. Net wat je fijn vindt werken, maar meestal is het in Nederland van links naar rechts lezen. Als je het op papier zou zetten, komt het ook links in, rechts uit. Vandaar dat het het meest makkelijk is om zo te verwoorden. Je zou een heel dagboek kunnen creëren van het terrarium. Is ook wat wij gaan doen, waar we ook deels mee bezig zijn. Daar heb je bijvoorbeeld een klein boekje voor. Dat boekje kun je bijvoorbeeld details inzetten. Bijvoorbeeld wat is een koppel, wie is de koppel, hoe is die koppel, eruit, hoe oud is die koppel. Dat soort dingen. Je kan dus een bijhoudboekje creëren om je databestanden in te creëren. Wat geef je nou je krekels in dat terrarium en dan die eten zogezegd de planten op? Letterlijk. Is geen grap. Echt letterlijk. Als je niks doet, eten ze je plantjes op. Daarom heb ik ook mos op de oppervlakte, want dat is voldoende voeding. Al het groen zullen ze eten. En de krekels zijn ook iets moeilijker vindbaar op het mos. Voor de hagedissen. Dus moeten ze iets meer moeite doen. Ook leuk om naar te kijken trouwens. Nou, je hebt dus een heel tropisch biotoop met natuurlijk hun werkzaamheden en hoe het nou te werk gaat. Maar hoe onderhoud je nou dit eigenlijk? Nou, waar bijvoorbeeld kruipers op de bodem of gras wat te hoog wordt of door de bladeren, hoef je niks aan te doen door de bladeren. Dat ruimt het team op wat je net de radium hebt. Dan komen we zo op terug. Je zou bijvoorbeeld gewoon heel ouderwets met een oud klein schaartje, zou je bijvoorbeeld... verloren blaadjes, lelijke takken, te grote worden takken, takjes die te verwilderd worden, zou je kunnen snoeien. Dat doe je door middel van een schaartje. Nou, wat nog meer? Oh ja, vitamine en vitamineapparaatjes. Gewoon het vitaminepoeder wat je moet geven aan je gedissen. Nou, dat zijn verschillende meningen. En verschillende YouTubers heb ik al heel vaak bekeken en ze hebben allemaal een andere mening en allemaal een andere werkwijze. De ene geeft ze één keer per jaar, lijkt me niet helemaal goed. De andere geeft ze één keer per zoveel maanden, gaat naar mijn mening. Je hebt bijvoorbeeld ook kwekers bij hagedissen, die geven de poeder één keer per maand, dat lijkt mij ook wel het meest schappelijke. Ik zelf geef het alleen als ik mijn buffelenwormen vervang. Dus als het bakje leeg is, besprenkel ik ze weer.
En ja, dan zeef ik ze natuurlijk, hè, van de ontlasting van de buffaloworm. Dat doe ik in een soort koffiezeefje. Dan zeef ik die ontlasting van de buffalowormen eruit. En de buffalowormen gooi ik dan in een schoon bakje. En in het bakje doe ik dan de buffalowormen met een klein beetje poeier. Welke supplementen gebruik ik daarvoor? Nou ja, gewoon heel simpel. Dat is deze. Dit is calcium plus D3 van Exoterra. Dus het is eigenlijk een voedingssupplement die ervoor zorgt dat de botten niet vergroeien. En dat die geen lelijke plekken gaat krijgen, dat die ziek gaat worden. Botvergroening en ijzige aanmaak is daar ook belangrijk in. Nou, ik zit eigenlijk te wachten wanneer je spruiksysteem in zich aangaat, joh. Of in ieder geval van de lamp uitgaan, zodat het avond wordt, zodat ik verder kan. Ik ben al een heel stuk aan het praten. Nou, wat valt er nog meer te vertellen? Ja, plantjes. Daar kan ik genoeg over vertellen. Dat zult u wel gemerkt hebben. Maar de plantjes, die willen natuurlijk ook voeding. Maar hoe geef je ze voeding? Het zou kunnen door het zichzelf te laten regelen. De ontlasting van de gedissenspoel van de bladeren valt op de grond. Maar ook insecten hebben ontlasting. Dat komt ook overal terecht. Spoelt uiteindelijk ook weer op de grond. Het grond dan neemt dat weer op en dan wordt het toch een klein beetje gevoed. Mochten je planten na een lange tijd, dat is dan een jaar of 2 jaar, mochten ze nou niet helemaal lekker gaan, dan moet je natuurlijk niet geen vloeibare voeding gaan gebruiken van een supermarkt of tuincentra. Of welke andere winkel dan ook. Er zijn andere dingen voor. Daar kun je het dierenspeciaalzaak genoeg bij informeren. Ze zullen allemaal zeggen, je hebt van die kleine balletjes. Die zitten in een klein pakketje, een heel klein klontje. Een soort klokje, denk aan de achtige. Dat zit bij elkaar gepist. Dat zijn allemaal kleine balletjes, voedingsballetjes zitten bij elkaar gepist. Dat is een heel klein kegeltje, noem ik het ook wel. Je stop je gewoon bij de plant in de grond en dan doe je zo onder 10 centimeter. Of onder 20 centimeter, laat ik het zo zeggen. Bij iedere wortelhalte eigenlijk wel een klein, er zat een vlieg in mijn oor. Heel irritant. Zo'n voedingsbolletje kan je namelijk bij je planten droppen bij de wortel en dat doe je maar eens in het jaar. Doe dat niet vaker. Maar dat doe je alleen, geef alleen als de aarde echt uitgeput is. Maar zoals ik al zei, krijgt dat ook voldoende voeding van de ontlasting. Wat je anders zou kunnen doen als je geen voedingsbollen wil toedienen in je terrarium, zou je bijvoorbeeld ook kleikogels kunnen gebruiken van het aquaria. Zou ook prima kunnen. Zelf hou ik daar niet zo van, want die geeft een soort ook een hele andere grond, maakt dat van je aquarium. Of terrarium. En aquarium. Wat kan je nog meer gebruiken? Ja, geen vloeibare voeding. Dat trekt diep in de grond als het dieren eenmaal in het water waar de voeding in zit. Als de dieren dat drinken, worden ze niet echt fijn van. De dieren houden niet van die voeding. En als het een voedingssoort is waarop op internet of waar dan ook beschreven staat dat het goed is voor de dieren, zou ik het überhaupt al niet doen. Het lijkt me niet goed dat de voedingsstof wat voor planten is bedoeld, zoals compost of meststoffen, NK, PK, dat soort dingen, dat dat goed is voor een lichamelijk wezen. Het moet een voeding organisch of biologische meststof wezen. Wat je ook zou kunnen doen is een zak koemestkorrel kopen. Koemest, gedroogde koemestkorrel. Die zou je bijvoorbeeld kunnen oplossen. En dan doe je bijvoorbeeld een theelepeltje. Een theelepeltje doe je dan in een kommetje. Of schep je ermee de koemest. Die laat je dan in een klein kommetje met water oplossen tot het helemaal opgelost is. En uiteindelijk verdeel je dat met het lepeltje op beide plantjes. Kleine klontjes per keer. Zeker niet te veel, want het verzuurt. Het verzuren van de bladeren, dat zorgt ervoor dat de bladeren geel worden. Nou, als je dus gele bladeren aanduidt, dan zou ik toch eens gaan kijken wat het doet als je een plantje bijvoorbeeld een beetje voeding zou geven, zoals een voedingkogel. Geperste voedingsbolletjes, koemest, varkensmest, kippenmest. Maar geen natuurlijke meststoffen zoals verse mest. Het moet wel een gedroogde versie zijn. En waarom? Je wil natuurlijk geen paddenstoelen in je terrarium. Nou, daar had ik het net al over, hè, geloof ik. De paddenstoelen en de plagen en het opruimen van de terraria en het onderhouden. Wie doet en hoe doe je dat?
Daar heb je beestjes voor. Denk bijvoorbeeld aan isopod. U thuis zit denken, wat is een isopod? Misschien snapt u het als kweker waarschijnlijk wel. Ik snap het nu ook. Heb ik ook moeten leren natuurlijk. Maar een isopod is een pissebed. Een pissebed is een schaaldier van oorsprong. Die komt oorspronkelijk uit de zee. En hij is inmiddels na zoveel eeuwen verder, miljoenen jaren verder, is hij geëvolueerd in land, zee, lucht, bergen. Maar niet uit, hij is wel land als lucht. Of land als zee. Dus hij is overal te vinden. Sterker nog, er is pas geleden, las ik op Google trouwens, pissebedsoort gevonden in Florida. Een nieuw soort species. Een nieuw soort pissebed. Een nieuw ontdekte, sinds wetenschappers. Nou, wist ik veel. Leuk zeg, een nieuwe pissebed. Nou, ik ben benieuwd wat hij uithaalt. Als het net zo is als de evolutie van de mens en de dinosaurus, dan weten we genoeg. Dan zal de pissebed uitgeroeid worden, en niet wij. Mits die pissebed giftig is, dat weten we nog niet natuurlijk. Nou, pissebedden leven eigenlijk op de bodem. Oh, dat is niet te groot, jongen. Wat had jij dan? Ik zag die hagen, dit wat eten en dan spuugt het weer uit. Waarschijnlijk een krekel die te groot is. We hebben hier te maken dus met kleine reptielen. Met een klein kopje. Die hebben dus minder groot voer nodig. Foutje voor mij waarschijnlijk, maar ze hebben minder groot voer nodig. Deze hagedissen van de langstaartjes, die willen ongeveer een voedingsgrootte, een bakje van, waar een cijfertje op staat, wat aanduidt wat de maat is. Is ongeveer 3, 4, 2, 1... en 5 gaat nog, 6 wordt al aardig te groot. Ook 5 wil soms al aardig te groot worden. Nou, als deze dieren gaan slapen en de lamp gaat uit, dan gebeurt dat hoofdzakelijk in de bosjes. Ze slapen dus in de bosjes. En ze slapen vaak tussen de bushbush helemaal links achter in de terraria, waar het dicht begroeid is, waar ze rustig en ongestoord kunnen slapen. Zou je bijvoorbeeld dag- en nachtdieren wel bij elkaar willen houden? Het zou eventueel kunnen, maar ik raad het af. Het zou kunnen. Maar zorg er dan voor dat je leefomgeving groot genoeg is en je groepsbestand niet te groot. Dus het aantal hoeveel dieren mag niet te veel wezen. Zit er hier gewoon net een dampoer? Wat een blaadje. De dampoer gewoon te poepen. Speuk. Ja, het is nog een zij ook. Het is nog een zij ook. Het is het vrouwtje van het koppeltje. Ja. Nou, dat is toevallig het vrouwtje wat pas geleden bevrucht is. Of gepaard heeft. Nou, de lamp gaat zometeen uit. De dieren gaan nu al op zoek naar een schuilplek. De krekels gaan dan naar boven in het terrarium. Die gaan hoog zetten. Die willen natuurlijk zo lang mogelijk licht en warm te houden. Krekels die zitten uiteindelijk ook in het midden van het terrarium, op de achtergrond, hoog bij, bij het licht van de warmtelamp. Ik heb geen idee of die krekels dat kunnen zien, het UV-licht of het infraroodlicht. Het infraroodlicht is roodkleurig, dat is een lichtkleur wat hagedissen niet kunnen zien, zeggen ze. Het zou tevens een warmtebron voor ze wezen. Dus die lamp die blijft ook dag en nacht aan, want als het in huis te koud wordt, dan moet het toch een warmteplek hebben. Als een hagedis het s'nachts koud krijgt omdat hij bijvoorbeeld niet lekker is, of hij op een moeilijke dag gaat, hij heeft een dag te weinig gegeten, of een dag te veel gegeten, dat hij het koud krijgt, hij is moe, ja, dan hebben ze toch altijd wel een noodspot om op te warmen eigenlijk nodig. Daarom gebruik ik in het midden de rode lamp. De rechterlamp is een Lucky Reptile lamp, die geeft meer warmte, dat is een spotstraler. Het is geen reflectorenlamp, het is een spotstraler, dat is een klein lampje. Die geven meer warmte, meer licht dan reflectorenlampen. Nu zit ik te denken, heb ik nog reflectorenlampen liggen, maar helaas. Ik heb alles aan mijn lieve moeder meegegeven. Wat het goede nieuws is, mijn moeder, lieve moeder, onze Garantje team, die start ook een terrarium. Die heeft van de week een terrarium gekocht, die gaan we van de week in elkaar zetten, morgen geloof ik. Ik weet alleen nog geen tijd, dat hoor ik dan wel. Maar we gaan dus het in elkaar zetten.
gaan beginnen we met de achterwand en we gaan stapsgewijs verder. Nou, uiteindelijk creëren we dus eigenlijk zoiets als dit. Nou, hier zitten dan langstaat hagedis in, die klimmen dus niet tegen de ramen, want dat kunnen ze niet. Ze hebben klauwtjes, dus nageltjes om te klimmen. Die kunnen wel tegen ruwe ondergronden, maar gladde ondergronden zoals glas gaat niet. De anolissen, wat mijn moeder wil gaan houden, en gekko's, de meeste gekko's, hebben heglamellen tussen de vingers, waardoor ze vast kunnen houden aan gladde ondergronden. Ze hebben dus geen zuignappen, ze hebben heglamellen. Dat is de truc. Tussen die vingers, tussen die kloofjes, zitten hele kleine heglamellen. En dat bestaat uit miljoenen kleine soort hegpuntjes. Denk bijvoorbeeld aan kleefdraadjes of zuignapjes die minuscuul, microscopisch klein zijn. Daardoor kunnen ze wel tegen glas oplopen en gladde ondergronden. Daardoor kunnen ze zelfs ondersteboven hangen ergens onder een tak of op het dak van een terraria. Dat maakt het wel wat lastiger met verzorgen, vind ik zelf. Want als de gekko's tegen een glas aan kunnen klimmen, tegen een dak aan kunnen klimmen, dan kunnen ze bijvoorbeeld ook achter deze rand zitten. Deze bovenrand die hier zit, de C-strip, daar zie je ze niet zitten. Je kan wel zo kijken, maar je ziet het spruissysteem, maar je ziet niet exact wat er zit. Dat maakt het lastig met voeren en uitvangen. En bovendien, hagedissen die tegen de ramen opklimmen, poepen ook tegen je raam. Maar ze zullen s'nachts ook hun ontlasting laten lopen. De langstaande hagedissen klimmen dus niet tegen het glas, zodat dan ook nauwelijks je ramen onderpoepen. Heeft zo zijn voordelen. Oh, natuurlijk, als voeding kan je ook vliegen kweken. Vliegen, ja, ik zelf ben er niet zo weg van, want ze poepen alles onder. Als je het lang schoon wil houden, veel plezier wilt houden voor je terraria, zonder te veel stress en te veel bezig te zijn, en lekker veel kunnen genieten, zoals een avond als deze, dan moet je geen vliegen geven. Of laat ik het zo zeggen, dan kun je beter geen vliegen geven. Dat is heel anders. Vliegen die gaan op je ramen zitten en die poepen alles onder. Dus binnen no time is je raam één grote vliegenpoep. En de hagedis komt dat toch niet bij. Bij de gewone vliegen. Hè? Natuurlijk heb je ook krulvliegen. En die vleugels zijn gekruld, die kunnen dus niet vliegen. Het is een gemuteerde vlieg. Grappig om te vertellen, een gemuteerde vlieg. Ze komt er wel een beetje overeen met die vlieg. Hagedissen, ja, wat nog meer, ja, ze hebben warmte nodig om te overleven. Je hebt dus een warmtehoek nodig in een koelhoek. Rechts is bij mij warm, links achter, dus daar is de koelhoek. Daar zal ook geen verwarming aanwezig zijn. Wat ik wel extra heb, is hiervoor, vanaf hier ongeveer tot deze rand, zeker de bodem, zeker zo'n stukje, heb ik dus een warmtekabel op de bodem. Dat zorgt ervoor dat de bodem hier wel verwarmd zal worden. De bodemwarmte zorgt ervoor dat de hagedissen denken dat het warm is in het terraria. Dus mocht mijn lamp uitvallen, dan heb ik een bodemverwarming als noodoplossing. Nou, mocht het nou te koud worden in het terraria, bijvoorbeeld in de winterperiode, sluit ik liever mijn UV-lampen af. Want de hagedissen zullen dan minder zullen dat niet zo gauw nodig hebben. Een winterrust zorgt ervoor dat ze broedrijp worden. Dat houdt in dat ze eieren kunnen leggen in het nieuwe seizoen. Wat nog meer? Ja, je zou kunnen kweken met de dieren, je zou kunnen kweken met de insecten. Hoe je insecten kweekt, weet ik ook niet zo goed. Dat zie ik ook niet echt zitten. Maar lijkt me wel interessant om één of twee soorten te proberen. Denk bijvoorbeeld aan de sprinkhaan. Heel mooi beestje om te zien. En vooral als ze heel klein zijn. Nou, deze hagedissen eten dus een klein voer tot middelklein. Maar groot voer eten ze niet. Laat ze spugen ze uit en laten ze zitten. Nou, de krekels die zoeken al hun plek bovenin het terraria. Het is langzaam aan het voorbereiden op de avond. De hagedissen zijn verscholen. Althans, die gaan schuilen langzaam. Als de lamp echt uit is, zoeken ze echt een maximum tijd. De hagedissen werken ook op een tijdsklok. Ze hebben een klok in hun kont. Ze weten precies wanneer het licht wordt, ze weten precies wanneer het donker wordt. Als er na verloop van tijd dus gewerkt wordt met een tijdschakelaar, die continu standaard is. De standaard uit, standaard aan. Standaard meer, standaard proeien. Dan wennen ze eraan. En dat is heel interessant.
Nou, we hebben het dus over warmte gehad, over de voeding gehad, over de temperatuur. Thermometers en hygrometer hoeven helemaal niet zo duur te wezen. Je kan gewoon bij een AliExpress of een Wish kun je digitale thermometers halen. Maar dan zit je vaak met een draadje in je terraria. Vind ik zelf niet mooi, vind ik niet handig ook om een draad in je terraria te hebben. Vind ik een beetje onzin. Maar wel geeft dat een precisie aan hoe warm het is. Ook heb je ze zonder draadje trouwens. En die gaan ook niet zo lang mee. Zelf gebruik ik Lucky Reptile en Exoterra Terraria verwarming of temperatuurmeter en vochtigheidsmeter. Dus een hygrometer en een thermometer. Het sproeisysteem zelf wat ik heb, wat zometeen ook aangaat. Ik hoop dat het een beetje te zien valt op de camera. Maar het sproeisysteem wat zometeen aangaat, waar ik nog steeds op zit te wachten. En de tijd tikt maar door. Het sproeisysteem die ik heb gekocht, die heb ik gekocht bij AliExpress. En dat kostte zo'n 30 tot 40, 45 euro voor een complete set. Is dus niet heel duur. Er werd gezegd in de reviews, in de typgesprekken die erbij stonden, werd er neergezet, gaat net een tijdje stuk. Maar je moet hem ook nooit droog laten pompen. Dat is niet goed voor het apparaat. Hang hem altijd in een bak water. Verversend water, gematigd. Het is dagelijks, het is wekelijks. Hoe groter je reservoir, hoe minder kans op ziektes. Als je eenmaal een ziekte hebt, goed reinigen en weer opnieuw starten. Met water. In de jerrycan. Nou, je zou ook bijvoorbeeld groepjes kunnen vormen met hagedissen. Denk bijvoorbeeld aan één man, twee vrouwen. Het is het meest optimale, maar je weet niet altijd of het een man of een vrouw is wat je koopt. Want wat je online bestelt, is niet wat je ziet. En je kan het wel vragen, je kan het wel wensen. En dan zal je net zien, krijg je toevallig twee mannen. Nou, wat ga je dan doen? En je kunt het een tijdje overbruggen, maar hoe groter je ruimte, hoe minder last natuurlijk. Maar ze blijven wel discussiëren onderling, ruzie maken, stangen elkaar, een beetje pesten. Is mijn vrouwtje een beetje wegjagen, een beetje bijten. Is dus wat minder leuk. Ja, dan krijg je dus stress in de bak als je te veel mannen hebt. Zelf heb ik het liefst meerdere vrouwen. Dat is de reden dat ik ook meerdere vrouwen heb besteld. Ik heb vier vrouwen van de Bruin Anolis besteld. Zodat er vrouwen in overvloed zouden zijn. Dat is net zoals guppyvisjes. Weten heel veel mensen wel, guppies. Een gupje. Zo'n sluierstaartgupje, bijvoorbeeld. Dat is een gupje die echt in groepsverband moet leven. Net zoals deze hagedissen. Leven graag in groepen. Daar hebben ze het meest aan hun zin. Nu is het wel zo. Als je ze in groepen houdt, moet je natuurlijk opletten van geslachtsbepaling. Niet dat er te veel mannen zijn, want dan krijg je te veel ruzie en te veel stress in de bak. Heb je nou te veel vrouwen, kan helemaal geen kwaad. Vrouwen onderling kunnen ook wel wat agressief zijn, maar zullen niet tot paring overgaan. Dus je krijgt en geen jongen, en ze zijn vaak ook groter. De vrouwen zijn groter dan de mannen. Dat is ook een dingetje. Als het spotje in het terraria, natuurlijk weer een ander onderwerp, maar het spotje in het terraria gebruik ik gewoon plastic spot die goed genoeg warmte aan kunnen voor 60 tot 100 watt. Wel moet je opletten op de gedurende de warmte. Ja, dat zijn drie dezelfde spots die heb ik gekregen die bij het terraria horen. De terraria zelf heb ik gekocht via Marktplaats online, of nee, via Marktplaats, particulier is dat. Ja, dat was 40 euro, kon ik hem ophalen. We hebben hem met pijn en moeite in de auto kunnen krijgen. Met echt een pijn en moeite. We hebben dubbele man moeten vragen om te helpen tillen. Zelf heb ik hem helemaal gebouwd als wat hij nu is. Hij was eigenlijk helemaal ja, leeg. Alleen heb ik ook video's van trouwens. Hoe dat te werk ging. Nou, mos en zo zorgt niet alleen voor decoratie. Er zorgt ook voor voedingsbronnen voor insecten, schuilmogelijkheden, camouflage mogelijkheden, vocht op de bodem vasthouden, meer condens in de terraria laten komen. Het heeft zelfs voordelen. Nou, de plantjes geven beschutting, vinden ze altijd fijn om beschutting te hebben. Het is ook nooit erg om daar iets te veel van te hebben. Zelf hou ik wel rekening mee dat de voorgrond, dus het voorstukje waar je naartoe kijkt in de terraria, zo laag mogelijk blijft. Oftewel geen plantjes. Nu zou je wel met bodemwerkers kunnen werken, zoals hier zo, bodemwerkers. Of ja, de Phytonia, hè, zoals ik zei. En
Peperomia. En zilvergras is laag blijvend. Zilvergras wordt dan gauw iets hoger. Je zal ook nog moeten groeien voordat jij uiteindelijk zo'n ware vorm hebt. Hij zal daarna daar ook behoorlijk gedeeën, hoop ik. Ik hoop dat hij het goed doet. Deze plantjes heb ik er net een paar dagen in. Of een paar weken eigenlijk, neem niet kwalijk. Een paar weken, wacht eens even. Een paar weken. Als ik het niet verkeerd heb, is het al anderhalve maand. Dus dat is wel een voordeel. Ze groeien helemaal goed. Sommige plantjes zijn er nieuw bijgekomen in de tussentijd. Zoals dat mos is nieuw. Pardon. Dat mos is nieuw. Dat gras is nieuw. Een nepelplant is extra. Hagedissen zijn erbij gekomen. Nu zijn er nog hagedissen onderweg van heyvis.nl. Die is gevestigd in Eindhoven. Die is aan het verbouwen. En dit is de allereerste bestelling die ik daarvan ga uitpakken. Hey. Nou, het nachtaffect, dames en heren. Dit is nou het nachtaffect. Nou, het is nu elk moment het moment dat de mistmaker aangaat. En het spruissysteem. Het is nu dus avond, dat roep ik altijd een uur, anderhalf. Zo'n beetje. Nou, het is dus echt hopen dat hij gewoon echt aangaat. Want dan kan ik de video afronden en dan kan ik u daar ook meer over vertellen. Dan heb ik echt letterlijk bijna alles verteld wat ik weet van deze beestjes. Oh ja, je zou de insecten zelf ook nog uit kunnen vanuit de natuur. En let er wel op dat je dat doet op schone plekken. Niet waar auto's rijden of auto's gassen zijn of andere narigheden aanwezig zijn. Hé, ik zie een spinnenweb in mijn terrarium. Er leeft een spinnetje. Vet. Vet. Zo zie je dus dat in het terrarium ook beestjes overleven en zich voort kunnen planten. Denk bijvoorbeeld aan de krekel die je als voer geeft. Die kan zich ook voortplanten, daarom geeft men nooit te veel. Een spinnenweb, ja leuk. Al ben ik geen spinnenliefhebber, maar spinnen zijn wel bijzonder om te zien. Dit is een graven zich een weggetje. Op zoek naar een slaapplekje. De luchtvochtigheid is aan het oplopen. Het is zo'n 58% luchtvochtigheid. Je hebt kans dat hij nog hoger oploopt, hè, met die mist en zo. Dus op dit moment is het zo'n 98% luchtvochtigheid. En de warmte is al iets terug aan het dalen. Dat is nu zo'n 33 tot 30. Dus niet digitaal, het is een metertje, maar het is donker en je ziet het niet goed. Om je dieren dus al s'nachts te observeren, kun je bijvoorbeeld kiezen voor een rode nachtlamp. Nou, dit is de rode nachtlamp die je ziet, waardoor ik de dieren goed kan observeren. En ook 's avonds, als het donker is of schemer wordt, kan je ze goed blijven observeren. Als je dat niet zou doen, wordt het heel donker in de bak. De dagen dus is hier sowieso niet anders dan dat het heel donker is. Ja, als wij niet zien en hagedissen zien niks, weet je nooit wanneer het goed gaat in het terrarium. De hagedissen weten wat ze willen. Alleen als het rekening houden hoeveel mannen en zo en hoeveel groepering je samenhoudt of welke niet. Nu is het natuurlijk zo, de groene langs de hagedissen en de bruine zijn beide thuisvest in het terrarium. Dat is helemaal geen probleem. Het gaat gewoon goed. Nou, in het terrarium kun je dus bijvoorbeeld tenen creëren. Maar ik zal eens even kijken wat er nu allemaal tevoorschijn komt. Want meestal als het avond is, komen er meer bizarre beestjes tevoorschijn. Juist wanneer het donker wordt. Zoals de pissebellen is een echte nachtdier. Oh, opruimteam, dat hebben we nog niet gehad. Opruimteam hebben we het over pissebellen, isopod. Een isopod of een pissebed is namelijk een opruimteam in je terrarium. Net zoals aquarium, dat je bijvoorbeeld in een aquarium... Hé, hey, torretje. Ik wist niet dat ik een torretje erin heb. Leuk. Ik heb een torretje met terrarium. Lees goed op internet na welke planten er wel samen kunnen en welke niet kunnen. Welke gegeten kunnen worden voor dieren. Als dieren ze niet kunnen eten, zoals het bijstaat op internet dat bijvoorbeeld het stuifmeel giftig is of de bloem is giftig... Of de sappen zijn giftig, of dorens, moet je dat niet willen in het terrarium.
Nou, ik ga die mist mee in een sproeisysteem forceren, want ik vind het te lang duren. Dat al aan moeten gaan. Schilderijen. Eerst een sproeisysteem. Voilà. En de mist. Het sproeisysteem gaat nu 45 seconden aan en nu de mist. Zo, schilderijen terug. Alles is weer op elkaar afgestemd. Zo, op het sproeieninstallatie aangeweest. Nu zit de mist maken. Dus de sproeier zorgt ervoor dat het bak beneveld of besproeid wordt als er voor vocht op de bladeren, wat door stof op de bladeren worden voorkomen. Het zorgt voor een natuurlijke leefomgeving. Het stimuleert het eetgedrag, het stimuleert het paargedrag. Het is goed voor de gezondheid van de dieren. Het is goed voor de insecten, want die kunnen ervan drinken. De mistmaker is een heel ander verhaal. De mistmaker is wel heel apart om te vertellen. De mistmaker is iets anders dan het sproeisysteem. Het sproeisysteem aan het dak zorgt voor grove druppels. Die zorgen ervoor dat de druppels wijdverspreid worden en op de bladeren gaan liggen. Dus dat is een grovere druppel, dus geen mist. Mist en nee en het sproeisysteem zit een verschil van elkaar. Het mist dat we nu zien. Dat is nu gaande, die heb ik dus nu zojuist aangezet, als tweede. Dat is een vernevelaar. Die vernevelaar zorgt voor een hogere vochtigheid gedurende de nacht.